Ruim een maand geleden is de 26-jarige Andres Rodriguez ernstig mishandeld hier op de Breegraven in Warnsveld. De mishandeling maakte veel los. Hij heeft een maand in coma gelegen, waarna hij is overleden. Vandaag is zijn uitvaart. Eerder vanmiddag spraken wij met nabestaande Glenda Veenstra. Het heeft een hoop losgemaakt, hè? De mishandeling van Andres? Ja, heel veel. Wat was het voor een jongen? Ja, lief. Ja, lief. Een zon. Schat. Ja. Ja. Ja, ik weet het niet. En hoe is dat voor de vriendengroep van hem? Het verwerken ervan? Het is toch heftig? Het is niet een natuurlijke dood? Nee. Hoe gaat zoiets? Ja, moeilijk. Veel steun aan elkaar? Ja, dat wel. Maar ja, het is gewoon, hij is in één keer weg. Ik bedoel, we hebben hem ook niet meer weer gezien. En we zien hem ook nooit meer eigenlijk, dus... Zijn lach, weet je, zijn lach is weg. Hè? Huh? Zijn lach. En zijn humor. Dat was wel echt het feestje overal. En ja, gewoon echt humor. Zo netjes, net de jongen, goed opgevoed, beleefd, altijd beleefd. Altijd. Als je hem oude mensen, als je niet gezondheid altijd. Allemaal die kleine dingetjes deed al heel veel bij hem. En het is gewoon een hele respectvolle jongen. En had hem nooit mogen overkomen, nee. Want hij is... Het is een doodgoede jongen is het. Dus ja, dit is een heel groot verlies voor ons allemaal. De laatste eer is bewezen aan Andres Rodriguez hier in het crematorium in Zutphen. En daarmee is in ieder geval één hoofdstuk afgesloten in dit aangrijpende verhaal.